Hoi, ik ga je laten zien hoe je de code van het spel van Red Cobra verandert en ook weer uploadt. En om dat te doen moet je eerst de GitHub van de cursus vinden. Daardoor kunnen we de GitLab vinden, dan loggen we in. We gaan de Red Cobra website op de GitLab vinden. We klonen het spel op onze harde schijf. Dan veranderen we de README. We gaan dan de readme veranderen en dan moeten we doen git add, git commit en git push en dan checken we op de website of het gelukt is. Mooi, stap 1, GitHub vinden. Nou, omdat de GitLab niet te vinden is, niet te googlen is, moeten we eerst de GitHub van de cursus vinden. Nou, ik google op bijvoorbeeld de jonge onderzoekers Groningen GitHub en dan vind ik de GitHub. Nou, dit is al de GitHub van de jonge onderzoekers, github.com/jog. Maar nu moeten we op zoek naar de cursus GitHub. Dat is de dojo, donderdagavond bij de jonge onderzoekers. Dat is de avond waarop Red Cobra samenkomt. Daar klik ik op. En dit is de GitHub van de donderdagavond. Kijk, daar staat ons logo, daar staat de agenda, ons lesrooster. En hier staat de link naar de GitLab. Daar klik ik op. Mooi. Nou, we hebben de GitLab gevonden, dan gaan we daar inloggen. Nou, ik ben Richel Bilderbeek, Mafkees. Hoppa, en dan ben ik erin. Volgende stap is de Red Cobra website vinden. Nou, ik klik bijvoorbeeld hier, ik zie dat ik hier kan zoeken, doe ik gewoon op Red Cobra zoeken. En dan vind ik hem hier, nou is Red Cobra. Nu heb ik de website van de Red Cobra's gevonden. Nou, dat zijn allemaal dingen. En hier zien we een logo. Dit is hem. Mooi. Volgende stap. We moeten hem op onze harde schijf krijgen, de code van dit spel. We hebben een git clone nodig. Dat is makkelijk. Ik scroll naar boven toe. En hier staat al het woord clone. Daar klik ik op. Nou, wij gaan klonen met HTTP. Ik klik hierop, dan kopieert hij dat ding. Je kunt ook zeggen van nou, ik kopieer dit met het handje, dat kan. Dat is allemaal prima. Ik clone hem gewoon hier. Mooi. Nou, zit in het geheugen van mijn computer zit de URL van de GitLab. Mooi, ik start een terminal en ik doe git clone op het adres. Nou, soms vraagt hij om jouw naam en paswoord, dat kan. Ik heb vandaag al dit al gedaan en ik heb het ingesteld dat ik dat maar één keer hoef te doen. Dus nu komt de code van Red Cobra op mijn computer. En wat wij gaan doen is we gaan de README veranderen. De README, dat we kunnen hem hier ook wel zien, de README. Dat is het bestand wat de voorpagina laat zien, bijvoorbeeld het logo. En dus het is eigenlijk de voorpagina van je GitLab repository. Je repository is gewoon je plek waar je code zet. Dus ook wat we hier zien is gewoon de README. En die gaan we veranderen. Mooi. Even kijken, ik heb hem al gekloond. Mooi. Nou, wordt die gekloond in deze folder? Als ik ls doe, dan zie ik alle folders die ik heb op mijn computer. En ik zie hier de folder Red Cobra zijn. Zien, die zie ik daar. Ik ga erin. Change directory Red Cobra. Zo ga ik in de folder waar de code zit van Red Cobra. Met ls kijk ik even. Ja, dat klopt. Ik zie hier allemaal dingen staan en kamers en onder andere README hier. Mooi, die ging ik dus veranderen. Nou, dat kan ik op meerdere manieren doen. Ik kan de verkenner starten. Ik ga naar Red Cobra. Ik ga op zoek naar README. Ik klik erop. Ik verander hem. Ik save hem. Ik sluit hem. Dat is een manier. De andere manier is om het programma om hem van de command line vanuit de terminal te openen. Dat doe ik dus hier. Ik doe mousepad.readme.md. Mousepad op Windows is dat Notepad bijvoorbeeld. Dan zegt hij van oké, ik wil graag README veranderen met mousepad. Nou, daar krijgen we hem. Nou, je zag dat ik dit net had ingetypt. Dat is allemaal prima.
En ik ga nu ook weer Frans. Ik zie hier staan Oliver is de best. Nou, dat kan prima zijn, maar dat hoort hier niet. Dus ik haal het weg, ik save hem en ik sluit hem. Mooi, ik heb dus nu de readme veranderd. Maar het staat nog niet op de website van Red Cobra. Nou, om dat te doen, ik doe eerst even git status. Met git status kun je zien van, nou, wat denkt git wat er is gebeurd. Nou, git die zegt, hey, beste programmeur, readme is veranderd. Dat klopt. Tip, gebruik git add. Nou, dat gaan we doen. Git add readme. Bam. Nu hebben we de readme, hebben we gezegd, ja, klopt, readme is veranderd. Die willen we heel graag committen. En wat dan moet git commit spatie min m eerste test, dat is een testregel, weggehaald. Hier een schrijfje wat je hebt veranderd. Je kunt na een tijdje ga je daar hele nuttige dingen zeggen. Hey, dit is duidelijk voor de rest van het team wat ik heb gedaan. Hey, als je daar zegt dingen gedaan of la 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 la, dat is niet zo handig voor de rest van het team. Die weten dan niet wat je hebt gedaan. Mooi. Dat is gelukt. En dan doe ik git push. Nou, voordat ik dat doe, kijken we even op de website. Dus dit is de voorpagina. Ik refresh hem even, dan weet je zeker dat het klopt. Hier zie je staan, Oliver is de best. Nou, dat is duidelijk een testregel geweest. Ik doe nu git push. En dan komt de code op de website terecht. Dus hij gaat van mijn harde schijf gaat hij, naar de website toe. Nou, dit moet ik nou eventjes weer refreshen. En dan zul je zien dat die regel weg is. Kijk, zie je, hij is weg. Bovenaan kun je ook zien dat ik dat bericht had ik net ingetypt. En nu heb ik dus mijn code van Red Cobra veranderd. Nou, ik heb nu een readme aangepast, maar ik had ook gewoon de code in, van de C++ code kunnen aanpassen. Nou, dat ga ik nu niet doen. Dat is precies hetzelfde. Dus ik ga zeggen dat het einde van de video was. En ik wens jou nog een hele fijne dag. Houdoe!